Voor iemand die zich niet zo met fietsen bezighoudt, is een fiets eigenlijk twee wielen, een frame, een zadel en een stuur, meer niet. En dat is eigenlijk voor je idee al 100 jaar zo. De auto-industrie heeft het altijd uitgebreid over innovatie, maar bij de fietsen hoor je daar niet zoveel van. Er is wel duidelijk innovatie, alleen ja, een fiets, daar zie je het niet zo goed. Het is allemaal innovatie op een wat kleiner gebied. Vandaag hydraulische remmen, krachten zijn beter doseerbaar bij lagere bedieningskrachten. Een groot voordeel is dat bij natte en droge omstandigheden met hydraulische remmen de remresultaten heel erg dicht bij elkaar liggen. Ook dat is een grote verbetering ten opzichte van wat er in het verleden met de bestaande remmen van toepassing was. Wat je dan bijvoorbeeld kan doen is de remwerking nog verder verbeteren door het in combinatie te brengen met velgen waarop de flanken een harde keramische laag aangebracht is. Nou, dat heeft weer als grote voordeel dat wat je toch al had met hydraulische remmen, de verschil tussen nat en droge omstandigheid erg krap is, die nog verder begrensd wordt. Je hebt bijna dezelfde remresultaten droog en nat. Wat je nog meer kan noemen is de verlichting. Er zijn allerlei verlichtingssystemen te koop. Op de fiets van het jaar hebben we gemonteerd een accuverlichting. En zowel met halogeenverlichting. Dat betekent een grote lichtopbrengst. Zonder dynamo te bedienen. Dat betekent dat je ook al stilstaand altijd verlicht bent. Weer een veilig aspect. Voor stoplichten word je altijd gezien. Zowel aan de voor- en achterkant heeft hij de verlichting. Dus dan blijft het branden als je stilstaat? Als je stilstaat blijft hij branden op de batterijen die erin zitten. Nou, die batterijen hebben ongeveer een brandduur van zeg 3,5 uur ongeveer. Goed, ga ik op die fiets weg, geheid dat mijn batterij leeg is? Ja, dan zou je zeggen dan heb je pech gehad, maar ook dat valt weer aardig mee. Dit verlichtingssysteem is te combineren met een dynamo. Zodat als je batterijen leeg zijn, dat je altijd verder kan gaan met dynamo-bediening. Dat je daar je energie vandaan haalt. Dus hij kan dus op batterijen, kan met dynamo, maar je kan hem ook nog als een zaklamp gebruiken. Dat hij is heel eenvoudig van de fiets af te nemen. Waarmee je dus als je in een donker steegje moet om je fiets in de schuur weg te zetten, je altijd fatsoenlijk bij kunt lichten. Dat maakt zo'n ding natuurlijk wel duur. En dus, aantrekkelijk voor jatwerk om het maar even plat te zeggen. Helaas, hij kan de moeite waard zijn om te pikken. Nou, dat hebben wij voorzien dat het misschien interessant genoeg zou kunnen zijn om te pikken. Wij vonden dat het alleen een enkel ringslot te monteren eigenlijk onvoldoende was. En hebben tevens de fiets standaard uitgerust met een beugelslot onder de bagagedrager waarmee je de fiets aan de vaste wereld kan zetten. Leuk, gaan wij straks fietsen met z'n tweeën? Rijdt u op die dure fiets? Ik rijd op mijn eigen fietsje van 25 piek. Krijgt u een lekker band? Dan lach ik maar op. Want u moet duwen dan. Dat had u gehoopt dat ik zou moeten duwen. Maar ik denk dat de kans dat u een lekker band krijgt groter is dan ik hem krijg. Want wij hebben de fiets uitgerust met de perfecte band. Die bestaat natuurlijk niet. De perfecte band bestaat wel. Als je gaat kijken waar is die band mee uitgerust, er is onder de loopvlak is een rubber laag aangebracht die bijna ondoordringbaar is. Waarbij 99,9% van de gangbare lekke banden voorkomt.